jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag ga ik iets superleuks unboxen. Jullie zagen het al in, ja, volgens mij een paar video's terug. Zagen jullie dat ik voor mijn verjaardag een heel bijzonder, heel mooi cadeau heb gekregen. De GoPro 12 heb ik gekregen van mama, dus superleuk. En dit is de GoPro Hero 12. En ik heb ook van mama deze statief gehad voor de GoPro 12. En deze is niet zomaar een statief. Maar dit statief kan namelijk laag. Maar die kan ook tot een meter hoog. En die ga ik allemaal vandaag met jullie testen en unboxen. Ik weet niet of deze GoPro of de batterij al opgeladen is. Dus ik verwacht van niet. Dus ik denk dat deze het ook niet gaat doen. Maar dat ik het wel gewoon aan jullie kan laten zien hoe groot die is. Ja, hoe je dat... je moet de app Kuik moet je downloaden. Die heb ik zelf nog niet gedownload, maar dat ga ik zeker ook doen. Niet in deze video, maar dat ga ik wel sowieso downloaden. Want deze GoPro kan iets heel bijzonders. Want deze, als je iets filmt met de GoPro, dan kan je hem op je telefoon zetten. Dus kan je op je telefoon zetten. Naar de cloud kan je hem doen. Maar je kan ook met deze Kuik. Dus hij, die app Kuik, die doet ook zelf iets. Dus die doet ook, maakt ook zelf een video. Waardoor je, stel nou je hebt minder tijd voor vloggers onder ons. Stel nou je hebt minder tijd om video's te maken. Dus als je vlogt of als je GoPro filmt en je denkt, nou ik heb toch weinig... weinig tijd om een video snel te doen. Doet deze GoPro 12 het echt voor jouzelf? Dus daar ben ik echt heel benieuwd naar. Ik ga hem nu openmaken. Wat dit trouwens allemaal kan. En daarna ga ik hem echt openmaken. Hij kan foto's maken. Hij kan tot 4K kan die kwaliteit kan die filmen. Hij is waterproof, deze. Dus hij kan onder water tot en met 10 meter. 10 meter onder water. Stel nou, je hebt de GoPro ergens staan. Dan zeg je GoPro aan en dan gaat hij aan. Als je GoPro uit, dan gaat hij ook uit. Dus dat is ook wel een voordeel voor deze GoPro 12. De TimeWrap heb je, dus dan kan je... Ja, weet ik niet wat dat betekent. Je kan livestreamen. Je kan foto's maken. Je kan foto's plus video's op HDR. Je hebt 10... Ja, je hebt 10 kleuren of zo wat je kan doen. Maar nu, genoeg gepraat. Nu ga ik hem openmaken. Ik ben heel benieuwd. Echt heel benieuwd. Ja. De onderkant hier moet hij open. Dus je hebt deze en moet hij aan de onderkant moet hij open. Zo. Dan is het denk ik het beste dat ik jullie laat focussen op de tafel. Want dan kan ik alles laten zien. En alles kan ik gewoon laten zien. Dus ik ga jullie nu... Even focussen op de tafel. Dus kom ik zo bij jullie terug. Ik heb jullie nu zo neergezet. Dit is de GoPro 12. Die ga ik eerst met jullie openmaken. Nou, dan hebben we hem via de onderkant. Hebben we hem hier geopend. We maken hem open. En dan zie ik eerst. Zie ik zo'n schuim iets. Die haal ik eruit. Af. Dan is de doos ook leeg. Ja, leeg. Dan heb ik dit. Deze. En dan ga ik nu hem openmaken. Ah, zo. Open. Kom ik als eerste. Kom ik deze tegen. Even kijken. Dat je de Kuik app moet. Of Kwik. Kuik of Kwik. App moet downloaden. Jongens. Ik niet Engels kunnen, maar oké, bijna geen Engels kunnen. Deze is ook volgens mij voor het te downloaden, de app, als het goed is. Oh ja, hier krijg je een instructie hoe je dan alle foto's en hoe je hem aan moet zetten. Hoe je alles, hoe je de GoPro moet gebruiken. En GoPro stickers heb je hier. Ook mooi. Ook heel gaaf. Heel leuk. Dit is de gebruiksaanwijzing. Volgens mij. Gebruiksaanwijzing. Hier. Oh nee, dat is deze. Dit is de gebruiksaanwijzing. Oh, sorry. Gebruiksaanwijzing. Zie je dit allemaal? Gebruiksaanwijzing.
Oh, de GoPro. Oké. Okay. Dan heb je eerst om op te laden. Dat was Nano. Om op te laden. Of om het op de cloud te zetten. Dit is... Oh. Oh, dan kan je hem ergens op plakken volgens mij. Ja, volgens mij wel. Dit is de batterij. Ja, zie je? Dit, zoiets of zo. Dit is de batterij. Als het goed is. Oh, dan kan je hem ook zo. Batterij van GoPro. Ook heel leuk. GoPro. Even kijken. Hij is zwaar. Hij is zwaarder dan ik had verwacht. Even kijken, dan ga ik hem nu openmaken. Oh, wat mooi. Leuk, heel leuk. En deze. Ga ik hem nu eraf halen. Ja. Hij is mooi. Hij is heel leuk. Hij is heel mooi. Kijk, en dan haal ik dit eraf. Dan haal ik dit eraf. En dan hebben we hier de GoPro Hero 12. Wauw. Echt heel mooi. Ja, echt heel gaaf. Ja. Nou, dan gaan we nu de batterij erin stoppen. En dan hebben we hier de GoPro. Zet ik even hier zo op. De GoPro. Zet ik even op. Dan hebben we hier de batterij. De Quick App downloaden. Stap 2 is dat je dat ding open kunt maken. Dus aan de zijkant. Als het goed is, moet je hem hier open kunnen maken. Kijken. Naar beneden schuiven. Nou, ik heb mama ook nog gevraagd of hij in het Nederlands kan. Alleen hij kan alleen, zoals wij zagen, in het Engels. Hij is trouwens 16%. En nou ja, tot hier kan ik komen, want ik heb geen SD-kaartje. En als ik terug ga, dan krijg ik weer de vraag van oké, voice control. Nou, dan zet ik op aan. En daarna, ja, controle je. En dan zoekt hij weer op SD. Dus ik kan niet verder. Maar, wat vind ik ervan? Ja, gaaf. Super gaaf. Super leuk. Echt super gaaf. Zet ik hem weer uit trouwens. 3 seconden was het volgens mij. 1, 2, 3. Even kijken, wacht. Zo, uit. Nee. 3 seconden als het goed was. Dan ging die piepen, toch? Oké, hij gaat dus niet uit. Oh, wacht. Mode. Uit, 3. Ja. Power off. En nu is hij uit. Ja, super blij. Super leuk. Super mooi. Ja. Ja, echt. Echt super leuk. Dus, ik heb dus een camera en ik heb dus een GoPro. Dat wil zeggen... Dat wij even de GoPro goed eventjes gaan leren kennen. En dat wij, ja, dat wij een beetje de instellingen gaan doen. En dat ik misschien binnenkort, sowieso dat ik binnenkort met een GoPro ga filmen. En ja, dat ik heel veel met GoPro weer ga filmen. En ook met de vlogcamera. Dus dat ik een beetje afwissel. Deze hebben we nu geunboxed. Dus die kan aan de kant. Of ja, die kan ik erbij doen. Want we hebben ook nog deze vriend hier. En dan gaan we die ook eens even testen. Dus dan gaan we die dus ook even openmaken. Dan zetten we deze even ook hier neer. Zo. Nou, dit is de statief voor de GoPro. En die ga ik nu met jullie unboxen. Dus dan gaan we die... Ga ik die ook met jullie unboxen. Dus ga ik die even openmaken. Zo, en deze gaan we nu ook openmaken. Even kijken wat we zien. We zien iets ronds. Oh, wat leuk.
mooi. En ik kan... Oh, die is groot. Die is echt groot. Moet je kijken. Mijn handpalm, jongens. Ja, nou, mijn handpalm en deze. Oh, die is echt groot. Oh. Jullie staan weer goed. We gaan nu de statief even bekijken. Hoe we de statief moeten doen. Want, even kijken. Onlook en... look en unlook, of zo. Wacht, look was... Wacht. Look was... Die kan draaien, dus... Zo. Oh, nu staat hij dicht. Ah, of ja, nu staat hij zo. En draai is... Ja, gaat hij zo. En deze... Oh ja, dit zijn de dingen die je dan zo doet. Ja. Dit is hem. Ik had hem eigenlijk groter verwacht. Eerlijk gezegd. Oh, wacht. Ik heb nog niks gezegd, jongens. Even kijken. Huh? Look. Even kijken, look. Look. Wel zo. Ja. 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 Onlook. Oh, onlook. Onlook. Hoger gaat hij niet. Dus, maar dan kan je wel mooi zo filmen. Dus het is wel een goede hoogte. Het is wel een mooie grootte. Dan gaan we nu de GoPro proberen hieraan vast te maken. Hoe werk je? Want de GoPro heeft ook een statiefje, dit. Of heeft ook zo'n ding. Die je dan zo. En dan, ja, zie je? Dan schuif je dit. Oh, ja. Nu zie ik hem. Kijk. Want dit draai je los, dan heb je dit. En dan zit je dit zo erbovenop. Zo. Ja, en dan draai je dit. Draai je zo vast. Kijk. Ja, en dan kan je zo filmen. Dus heb je hier, kan je zo filmen. Dus kan je alles zo zien en dan kan je hem zo neerzetten. Dan kan je hem neerzetten. Ja. Zo. Kan je hem neerzetten. En dan kan je zo. Zo. Dan kan je livestreamen. Dat is hartstikke leuk. Ja. Ja. Echt hartstikke blij mee. Ook met het statief. Want als je bijvoorbeeld mensen voor je hebt. Dan kan je gewoon zo boven. Kan je gewoon filmen. Dus dat is heel fijn. Dus dan sta je en dan heb je heel veel mensen om je heen. En dan kan je gewoon hem heel hoog houden. En dan dus heb je toch een goede beeld. Ja, ik ben echt heel blij met de GoPro. Even kijken. Dan ga ik hem even mooi neerzetten. Zo, ga ik hem mooi neerzetten. Dus vond je dit leuk? En dan zeker de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren voor meer. Op mijn kanaal hier beneden. Zou ik super leuk en heel erg lief vinden. Druk gelijk even het belletje aan. Want ze missen helemaal niks. En dan zeg ik bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.